Hé, hey, lieverd. Hier is opa Rob weer. Met een verhaaltje. Weet je, we beginnen met het verhaal van een weddenschap. Een Nederlandse Belg en een Fransman zitten in een wolkenkrabber. En de Fransman zegt, ik durf te wedden om 100 euro dat als ik mijn horloge naar beneden gooi, dat ik hem naar beneden dan weer kan opvangen. De Nederlander en de Belg gaan de weddenschap aan. Als eerste gaat de Fransman. Hij gooit zijn horloge naar beneden, rent de trap af en kan zijn horloge niet opvangen. Dan is de Belg aan de beurt. Ook hij gooit zijn horloge naar beneden, rent de trap af, maar kan zijn horloge niet opvangen. Dan is de Nederlander aan de beurt. Hij gooit zijn horloge, loopt rustig de trap af, gaat even koffie drinken bij zijn oma, die een paar etages lager woont, gaat daarna naar beneden en vangt zijn horloge op. De Belg en de Fransman zijn stom verbaasd en vragen hoe de Nederlander dat heeft gedaan. Simpel, zegt de Nederlander. Ik heb de tijd een uurtje teruggedraaid. Zo kan je een hoop doen met de tijd. En weet je wat het toppunt van lef is? Een baksteen door het raam van het politiebureau gooien en dan de baksteen terug gaan vragen. Weer een sprookje. En het sprookje, dat staat op nummertje 4 van de sprookjes top 100. Nummertjes 3 was Klein Duimpje, maar die hebben we al eens eerder verteld. Dus we gaan nu het mannetje in de maan doen. Lang geleden ging een man op een zondagmorgen naar het bos om hout te hakken. Van het gehakte hout maakte hij dan takkenbossen. En die wierp hij op zijn schouder en keerde dan weer huiswaarts. Onderweg ontmoette hij een kluizenaar. Eigenlijk was het een tovenaar, want hij had toverkracht. Dus de houthakker bleef staan en sprak tot hem. Wel man, hoe durf je om op zondag te werken? Weet je dan niet dat er geschreven staat, 6 dagen zul je werken, maar op de 7e dag zul je rusten? Ach kom, zei de houthakker vloekend, wat kan mij dat schelen, of het zondag of maandag is. Als ik op zondag werken wil, dan doe ik dat. En met een vloek in plaats van een groet wilde hij zich verwijderen. Maar de kluizenaar sprak, dan zal je voor straf en als waarschuwing voor anderen voor eeuwig met uw takkenbos op de rug in de maan zitten. Hij raakte hem even aan met zijn toverstaf. En de houthakker vloog naar de maan. Op heldere avond kun je hem nog altijd met zijn stakkenbos op de maan zien zitten. En dat is echt waar hoor. Soms denk je wel eens, ik zie iemand zitten op de maan als je naar de maan kijkt. Heb je dat nooit? Dit was een kort verhaaltje, dus we hebben nog wel tijd voor een verhaaltje. En we gaan even kijken wat de top 100 dan te bieden heeft. Nou, op 5 staat de prinses van de ert. Maar die hebben we al een keer voorgelezen. Dus we gaan nu naar de ruiter zonder hoofd. In het holst van de nacht. Als de schaduwen het donkerst zijn. De sterren schitteren en de wind en de wolken in het gezicht van de maan blazen. Rijdt de ruiter zonder hoofd over het slaperige slingerpad. Onzin denk je natuurlijk, hè? Ik hoor het je zeggen. Maar probeer eens in je eentje over dat pad te rijden als het krassen van een kraai klinkt als een roep van een oude, arme, verdwaalde man. Als de glimwormen op knipperende ogen lijken en het ruisen van de takken klinkt als rammelende mensenbotten. Als je denkt dat het geluid van paardenhoeven te horen is achter je op het pad.
Zo verging het Ichabod Kraan, die vroeger schoolmeester was in de streek. Een gestudeerd man, een verstandig man. Behalve dan dat hij toevallig 's nachts over de slaperige slingerpad reed. Hij zong dan ook hard om zichzelf moed in te spreken. Hij had een mooie stem. Er waren tijden dat de leden van een kerkkoor 's zondags in de kerk met open mond bleven zitten, terwijl ze hem in zijn eentje lieten doorzingen. En dansen dat hij kon, zodra hij op de dansvloer stapte, dromden de bedienden samen voor het raam en in de deuropeningen. Alleen maar om Ichabod Crane te zien springen en huppelen. Ichabod was niet van plan zijn hele leven schoolmeester te blijven. Hij had zijn zinnen gezet op Catharina van Tassel, de dochter van de rijkste boer in de omgeving. En Catharina van Tassel zei geen ja en geen nee. Maar ze glimlachte zo lief dat Ichabod, Brom Bones, groen werd van jaloezie. Brom Bones had besloten dat Catharina het ideale meisje voor hem was. En de dag dat hij haar zijn lievelingskikker voor haar verjaardag had gegeven en zij Brom in de paardentrog had gegooid omdat hij de kikker in haar jurk had gestopt tijdens een feestje op Halloween in de schuur van Van Tassel, danste Ichabod de sterren van de hemel. Met zijn liedjes wekte hij alle vogels die zaten te slapen op de dakspand. En zodra bij het open haardvuur de spookverhalen aan bod kwamen, was Ichabod er ook om er een paar te vertellen. Toen stond Brom Bones ook op en vroeg: heb jij ooit gehoord van de ruiter zonder hoofd op het slaperige slingerpad? En Ichabod knikte. Heb je hem ooit gezien? Vroeg Brom Bones. Ik wel. Afgelopen herfst toen ik naar huis reed. Ik was helemaal niet bang. Ik deed een wedstrijd met hem. Wie het hardst kon rijden en ik heb het gewonnen ook. Maar toen we bij de brug over de rivier kwamen, zag ik opeens een grote vlam waarin hij verdween. Echt waar? Vroeg Ichabod. Ja, zei Brom Bones, net zo waar als ik hier dit verhaal sta te vertellen. Wat een moed, zuchtte Catharina, terwijl ze Brom met glanzende ogen aankeek. Ha, zei Ichabod, die geloofde er geen woord van. Tenminste, niet tot hij zelf in zijn eentje langs de eenzame slaperige slingerpad naar huis reed. De nacht leek donkerder dan anders. Hij hoorde de uil roepen en de krekels chirpen. Hij probeerde een liedje te zingen om de moed erin te houden, maar zijn stem klonk zo beverig dat hij alleen nog maar banger werd. Het had een opluchting moeten zijn toen een andere ruiter naast hem kwam rijden, die dezelfde weg naar huis nam. Maar op de een of andere manier luchtte het hem niet op. Er was iets met die ruiter. Goedenavond, zei Ichabod. Klonk zijn stem maar niet zo beverig. Er kwam geen antwoord. Bent u vanavond op het feest van Van Tassel geweest? De ruiter gaf nog steeds geen antwoord. Het is een mooie nacht. Heel zacht voor de tijd van het jaar. En er kwam geen antwoord. Toen drukte Ichabod zijn hielen in de buik van het paard om het dier tot grotere snelheid aan te sporen. Maar de andere ruiter bleef naast hem rijden. Ichabod hield in om de ander voorop te laten rijden. Maar dat deed de ander niet. Naast elkaar reden ze zonder een woord te zeggen door. Toen kwam de maan van achter een wolk tevoorschijn en kon Ichabod zijn gezelschap duidelijk zien. Het was een grote man met brede schouders, maar zonder hoofd. Ichabod schreeuwde, gaf zijn paard de sporen en ging er in galop vandoor, maar de andere kwam met een woest
Yahoo! Achter hem aan. En daar galoppeerden ze over het slaperige slingerpad. Ichabod Crane, gevolgd door de ruiter zonder hoofd, naar de oude brug. Wat had zijn rivaal Brom Bones ook alweer gezegd over de brug in die nacht, dat hij de ruiter zonder hoofd had uitgedaagd voor een wedstrijd? Toen ze bij de brug kwamen, was het spook in een grote vlam verdwenen. Ichabod moest dus bij de brug zien te komen. Achter hem reed de ruiter in galop. Ichabod voelde diens adem in zijn nek en hoorde het gedreun van de spookhoeven in zijn oren. Toen hij bij de brug kwam, durfde hij om te kijken en hij zag de ruiter die zijn afgehouwen hoofd uit zijn mantel haalde en het door de lucht naar hem toe gooide. De volgende dag werd Ichabods paard gevonden, terwijl het kalm stond te grazen bij de brug. En van Ichabod Crane was alleen nog maar zijn hoed over, die vlak bij het paard in het gras lag. Ze vonden ook een Halloween-pompoen, waarin ogen en mond uitgesneden was. Maar wat die te maken had met de vreemde verdwijning van de schoolmeester, heeft nooit iemand begrepen. Niet lang daarna trouwde Katharina met Brom Bones, zoals ze altijd van plan geweest was. Sommige mensen zeggen dat Ichabod Crane die nacht de stad uitreed toen hij begreep dat Katharina hem niet wilde hebben. Maar anderen weten wel beter. Zij zeggen dat de ruiter zonder hoofd hem te pakken kreeg. Ze zeggen dat als je in het donker in het holst van de nacht over het slaperige slingerpad durft te rijden en luistert naar het geluid van de trappel aan de hoeven, je misschien ook de stem van Ichabod Crane hoort, die een liedje zingt om de moed erin te houden. Zo, dat was best een eng verhaal uit Amerika. Een verhaal over de nacht. Maar ja, je moet ook niet buiten zijn in de nacht. Je moet lekker binnen zijn. En heerlijk gaan slapen. Dat is veel beter. Nou, gaan we weer slapen, hè? Welterusten. Tot morgen. Dag.